Straatvoetbal is wereldwijd populair en schijnt zijn roots hier in Nederland te hebben. Grote namen zoals Edgar Davids en Johan Cruijff zijn met niets anders dan een bal en de straat begonnen. Net als Rocky, de straatvoetbalster van Nederland. En vandaag gaat zij mij wat trucjes leren. Normaal gesproken in de winter spelen we in de zaal. Dit is weer een zaaltje van een van Dibi. Dus dan regelt hij de sleutel, de ballen en dan kunnen we gewoon los. Oh. Het is een trucje die je ook op het veld kunt toepassen. Dus dansen kun je, hè? Nou, ik ben meer van de kung fu, hè? Ik speelde altijd in de buurt met de jongens, met mijn broer en mijn vader die zat op voetbal. En op een gegeven moment toen had ik zoiets van, ja, ik wil ook in clubverband gaan spelen. En toen was ik 12 jaar zoiets en toen ben ik bij Legmeervogels gaan voetballen in Uithoorn. Iedereen wist al van, oké, Rocky, voetbalster, dat kenden ze. Maar daarbuiten, zeg maar, was het best wel een dingetje van, oh, man, wijf, of je zit op voetbal. Het brengt wel onzekerheid met zich mee, als je gewoon dat soort dingen naar je hoofd krijgt. Ik was wel ook gewoon een blij kind, wat dat heel makkelijk los kon laten. En gewoon van, ja, weet je, ik ben gewoon lekker aan het voetballen, laat me met rust. En dan ging ik gewoon weer door. En toen kwam je naar Amsterdam? Ja, ging naar Amsterdam toe. Amsterdam is breed, divers, veel culturen, veel meer acceptatie en tolerantie naar elkaar toe. In ieder geval op dat gebied. En ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld, dat hier in Amsterdam kan ik echt mezelf zijn. Schaar en dan doe je, ja? En dan die akka. Bam! Hey, vet hoor! Ja. Smoed! Ja man, vet smoed! De Street Legends is een straatvoetbalcrew, bestaat uit de beste straatvoetballers van heel Nederland. En dan, ik bedoel, Nederland heeft heel veel straatvoetballers, maar dit zijn echt de grondleggers van het straatvoetbal. Met die Street Legends crew hebben we toeren gedaan. Als een jongen is het al heel moeilijk om erbij te komen, laat staan als vrouw. En ik denk dat het wel heel bijzonder is dat ik met Edgar Davids en de Street Legends, dat je als hun gelijke wordt gezien. En dat je de wereld over hebt mogen vliegen met hun. Om in Afrika, in Ghana, Kenia, Zuid-Afrika battles te doen. Ik denk dat ik daar als enige meisje tussenin zit. Het heeft natuurlijk ook met de samenloop van omstandigheden te maken. Toen de tijd ging in één keer straatvoetbal, dat werd wat. Maar ik denk ook gewoon met talent. Dat, wat ik al zei, voetbal is voor mij gaat als vanzelf. Ik denk er niet over na. En op het moment dat je gaat nadenken van, oh, ik wil straatvoetbalster worden, want ik wil bij die crew. Dat kreeg je op een gegeven moment. Ja. Voor mij is het gewoon als vanzelfsprekend. Ja, we hebben echt een goede band met z'n allen. Het is niet zo dat we elkaar dagelijks zien of dat we de deur bij elkaar platlopen. Maar ik heb het idee dat het mijn broertjes zijn. Ik noem hem mijn zusje. Eigenlijk, zusje en ik ben de broer. Ja, we zijn al zeker een van de beste voetbalmaatjes ooit. We hebben toernooien gespeeld, we hebben tours gehad. We zijn overal nergens samen geweest en nog steeds. Zij het aan aparte trucjes en techniek, weet je. En dat vind ik wel mooi, vooral op straatvoetbal. Dus dat prachtig. Ze speelde eigenlijk net als de jongens, met het trucje, motoriek. Dus dat was eigenlijk aangenaam verrast. Zo kenden we eigenlijk geen meisje die op die manier voetbalde. Ze steekt er bovenuit. Het is zeer technisch. En als je dan tegen de speelt, ben je wel bang van, hey, moet ik nou aanvallen, moet ik niet aanvallen? Want je kan vernederd worden door een meisje natuurlijk. Het heeft ook zo'n nadeel, want je hebt ook haters. Mensen die gewoon zeggen van, what the fuck doe je hier en is voor mannen en je kan niet meedoen. Dat heb ik vaak genoeg gehad. Maar dan heb ik scheid, ik speel gewoon en dan laat ik zien, laat ik gewoon mijn voeten spreken. Ik ben gestopt met voetbal vanwege mijn knieën. Ik heb kruisbanden afgescheurd, meniscus en nu heb ik eigenlijk kraakbeenletsel in allebei mijn knieën. Dus dat is einde verhaal. Betekent niet dat ik niet meer speel op straat, maar echt actief zoals hoe het vroeger was, zaal, veld, straat, dat kan gewoon niet meer. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. En dat is wel, dat is iets raars, want je denkt gewoon, het is gewoon een spelletje, laat het los. Maar je moet je voorstellen, als je daar gewoon 24/7 gewoon altijd mee bezig bent geweest, is dat wel moeilijk. In de tijd dat ik echt heel actief speelde, ben ik denk ik wel een voorbeeld geweest. Dat krijg ik soms ook wel eens terug van die meiden van, hey, Rocky, echt super vet. Vroeger keek ik altijd je filmpjes op YouTube. En dat doet me wel goed op zich. Omdat ik altijd het idee had dat ik een vreemde eend in de bijt was. Ja, klaar. Zo. Je kan gewoon het veld in, hoor. Lekker. Ja, lekker. Ik kan amper hardlopen. Dus ik kan een uurtje spelen en dan is het op.
Dus in plaats daarvan geef ik trainingen, clinics aan kinderen en jongeren. En daar haal ik ook heel veel plezier uit. En die ervaringen die ik op straat heb meegenomen, die leer je niet uit een studieboek. Dus op die manier kan ik toch nog bezig zijn met voetbal. Als ik begraven word, moet er een voetbal bij mijn voeten liggen. Dat is gewoon, ik zeg wel eens, ik ben geboren met een bal in mijn hoofd. En dat is echt iets, dat is echt zo. En ik wil het gewoon meenemen in mijn graf.